zijn hier bezig met het lossen van een 70 tons buis. En die wordt door het schip op een SPMT gezet, waarmee we de buis vervolgens naar ons heavy lift center rijden achterop het trein. En als Broekman Logistics zijn jullie gespecialiseerd in het verladen van bijzondere objecten? Ja, vooral zware lading en projectgebonden lading, wat gedefinieerd wordt als breakbulk. Eigenlijk alles wat niet op een container kan en groot en zwaar is. Pas op hoor, want hij is achter je. Gaat goed. En over 3 weken zijn de Wereldhavendagen en dan kan je zelf een kijkje nemen bij dit stewardoorsbedrijf in de Rotterdamse Waalhaven. We willen de mensen graag laten zien wat we hier allemaal kunnen en hoe groot nou eigenlijk echt is. Want je hebt dat het beste door als je er zelf naast staat en dan voel je je toch wel snel heel erg klein. Geen volume of gewicht is te gek voor Broekman Logistics. Zij kunnen tot 700.000 kilo verplaatsen. We hebben hier onlangs bijvoorbeeld nog een stuk van 630.000 kilo behandeld. En dat was toch ook voor ons echt wel heel erg groot. 630.000 kilo? Yes. Ik heb daar geen voorstelling van. Ja, dan moet je denken aan ongeveer 500 personenauto's of 20 vliegtuigen. Het gewicht ervan? Ja. En dat kunnen jullie hier optillen? Dat klopt. We kunnen hier dan assistentie leveren bij de schepen die dat optellen. Of we hebben een drijvende bok die voor de kant komt. De excursies van de Wereldhavendagen zijn een populair onderdeel. En de kaartverkoop is gestart.